Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb roze aan, want we gaan vandaag een Valentijnskaart maken. Hier een sneak peek. Dit wordt hem. Een beetje stoere, komische kaart. Pak je knutselspullen en dan gaan we aan de slag. Pak een kopje koffie of thee en dan gaan we beginnen. Nou, ik weet natuurlijk niet wat jullie thuis hebben liggen, maar ik had hier nog zo 3D-drukplaatjes liggen. Die je er gewoon uit kan drukken en dat scheelt gewoon heel veel kniptijd. En daarin vond ik deze leuke walvis met hartjes. Want ik wilde namelijk een beetje een stoerige kaart maken. Tot hoever een Valentijnkaart stoer kan zijn. Want ik geef het aan mijn man en ik denk niet dat hij het waardeert als ik hem een knalroze kaart geef. Maar je wil natuurlijk wel de Valentijn thema erin houden. Dus vandaar de hartjes bij de walvis. Nu heb ik hier een hele leuke blok met allerlei verschillende soorten quotes. En je kan een soort van raampjes maken door een stukje uit je kaart te knippen en dat erachter te doen. Want de papier om de quotes is een soort van doorzichtig. Ik krijg een heel leuk effect en dat wilde ik ook vandaag met deze kaart doen. En ik heb voor de quote gekozen, do not read the next sentence. You rebel, I like you. En ik vond dat ja, een beetje een grapje erin en mijn man kan dat wel erg waarderen. Ik pak hier de basic blok van de Action en ik vond hier een heel leuk blauw papiertje. Ik zat er eerst aan te denken om het roze te doen, maar toen dacht ik, nou, dan wordt het weer te meisjesachtig. Dus ik kies voor een beetje babyachtig pastelblauw. En ik ga dat stukje papier achter de quote doen. En het is dus heel belangrijk dat je dus genoeg papier eromheen knipt, zodat je ja, het erachter kan plakken. Want zometeen ga ik er een gat in de kaart knippen en als je dan te weinig papier hebt, dan ga je dat zien. Hetzelfde geldt voor de quote. Zorg dat je genoeg ruimte eromheen houdt. Want ik had in één hoekje iets te weinig geknipt, waardoor je dan een gat krijgt. En dat wil je niet. Als je zo'n raampje wil maken, moet je het van tevoren heel goed meten. Je kan het beter te klein meten, dat je er later altijd nog een stukje van afknipt, dan dat je een te groot stukje hebt afgemeten en uitgeknipt. Want ja, dan krijg je toch een beetje een probleem met je quote dat die er niet meer achter past. En om te beginnen met knippen gebruik ik een naald. Want als ik er gelijk een schaar in zet, krijg ik zo kreuk in de papier. En dat wil ik niet. Met de naald kan je een paar kleine stipjes zetten en dan beginnen met knippen. Nadat ik het geknipt heb, ging ik eerst kijken hoe ik het nou verder wil gaan doen. Voordat ik dingen ga opplakken en ik er later spijt van had. Ik vond namelijk dat de gat waar de quote achter zit echt heel hars was. Dus dat het een harde lijn was. En eerst probeerde ik dat op te lossen met potlood. Dat zag er nog steeds uit als een harde lijn. Dus toen dacht ik, ik ga washi-tape gebruiken. Ik heb juist gekozen voor een hele smalle washi-tape. Omdat een brede gewoon te snel druk zou worden omdat ik een hele grote afbeelding gebruik. Nou, nu heb ik de camera iets meer ingezoomd zodat jullie kunnen zien wat ik aan het doen was. En ik wilde namelijk de hoekjes heel erg netjes op elkaar leggen. Dat ze een soort van schuin afgeknipt zijn en die schuin nog deeltjes aan elkaar komen. Kan je zeggen, dat is heel moeilijk. Later, nadat ik het had gedaan, dacht ik, waarom heb ik dat eigenlijk gedaan? Want ik ga het aan een man geven. En in ieder geval mijn man, die zou die kleine details niet zien. Dus toen dacht ik, ja, ben ik voor niks een half uur bezig geweest met iets wat hij toch waarschijnlijk niet gaat zien. Jij kan het natuurlijk wel gewoon precies willen doen. Dat is ook helemaal niet erg, want ik wilde dat ook. Alleen achteraf dacht ik dat het ja, niet echt zinnig is geweest. Nadat ik de quote heb opgeplakt, heb ik het achtergrondje erbij gedaan. En het leuke van het achtergrondje is dat het uit zo'n blok komt die twee kanten bedrukt is. Dus het staat ook niet heel raar aan de binnenkant van de kaart. Ik vond de kaart nog een beetje saai eruit zien. Het was niet echt een geheel, dus ik gewoon die afbeelding ging opplakken. Dus toen dacht ik, ik gebruik gewoon dezelfde kleur of stuk papiertje wat ik achter de quote heb gedaan om het een geheel te maken. En dat was voor mij wel echt de finishing touch, om het zo te zeggen. Dit idee kan je eigenlijk met alles doen. Je hoeft niet per se deze afbeeldingen te hebben, je hoeft niet per se deze quotes te hebben, maar ja, je kan het met alles doen. Ook mijn verjaardagkaarten. Maar omdat het volgende week natuurlijk Valentijn is, gaan wij gewoon lekker verder met deze Valentijnskaart. Die al vrij ver af is. En omdat dit een 3D kaartje is, gaan we natuurlijk wel ook een paar dingen 3D doen. Nu kun je al die plaatjes 3D doen. Ik gebruik vaak 3D plaatjes twee keer voor twee kaarten, dus de helft. Omdat dat ook vaak gewoon gaat. Die linker walvis kan ik prima voor een andere keer gebruiken. En omdat er ook zoveel hartjes bij zat, kan ik die ook voor de andere kaart gebruiken.
Nu heb ik ervoor gekozen om maar 2 hartjes in 3D te doen. En de rest van de hartjes die eigenlijk op ook een 3D hartje hoort, doe ik naast de kaart. Omdat het dan weer uitspringt en het afbeeldingje meer naar de kaart toe trekt. En de achtergrond van de kaart meer naar de afbeeldingje trekt. Ik vond het gewoon dat het een geheel werd. En ja, dat maakt het voor mij echt af. Nu ben je eigenlijk in principe klaar met de kaart. In ieder geval de voorkant is af. Maar dat gele vlak aan de binnenkant van de kaart vond ik er nogal random uitzien. Het stond er zomaar. Nou, het had natuurlijk de reden om de voorkant te kunnen maken. Ik wilde er eigenlijk meer een geheel van maken. Normaal gesproken doe ik niks met de binnenkant van de kaart. Maar aangezien dat gele vlak er al was, kon ik het maar net zo goed benutten. Door gewoon een washi-tapeje erop te doen. Ik vind dat je washi-tape eigenlijk overal voor kan gebruiken. En het is heel makkelijk en snel en het ziet er gewoon gelijk goed uit. Alleen wilde ik er toch nog meer bij doen. Ik had namelijk kleerstempels liggen met hartjes en liefs erop staan. En de kleerstempel van liefs, die wilde ik echt gebruiken. Scheelt mij trouwens ook weer om te handletteren. Dat was deels de reden. En zodat ik jullie ook de mogelijkheden kon laten zien wat je allemaal kan doen. Als jij trouwens ook kleerstempels op je kaart wil gebruiken, is het verstandig om het eerst te testen op een teststukje. Ik gebruik dat papiertje wat ik er eerder had uitgeknipt. Ik doe dit zodat ik 100% weet dat hij niet doordrukt. Het zou namelijk zonde zijn als het op de voorkant opeens zo doorzichtig inkt er doorheen komt, wanneer je zo hard je best hebt gedaan. Nou is mijn kaart vrij stevig, dus ik ging er ook wel van uit dat hij niet door zou drukken. Maar je kan maar beter safe zijn dan dat je er later spijt van hebt. Ik ben ondertussen al aan het schrijven. Ik gebruik een speciale pigmentlijner met een soort van markeerachtige punt is het. Waardoor je hele mooie dunne lijntjes kan doen en hele brede lijntjes. Nu zien jullie misschien al dat ik een fout maak. Ik zet mijn naam niet kaarsrecht onder. Ik zelf vind dat heel storend. Want dan is het echt zo van, nou ik heb mijn naam er ergens neergekwakt, klaar. Maar ik los het op door er een hartje achter te tekenen. En is het nog een beetje symmetrisch. Ik moest wat. Het zou gewoon zonde zijn als ik daardoor mijn kaart verpestte. Nou ga ik nog steeds verder met versieren aan de binnenkant van mijn kaart. Ik had iets van, nou ik ben eraan begonnen om de binnenkant mooi te maken. Ik ga het ook nu afmaken. Ik gebruik dus weer gewoon hetzelfde stukje gele papier. Plak ik in een hoekje. En ik gebruik weer washi tape, dat erover. En klaar. Gewoon lekker simpel, snel. Ik ga niet veel energie aan de binnenkant besteden. Aangezien je de voorkant vooral ziet. En je hebt niet echt de binnenkant openstaan op je schoorsteen of waar je kaartje ook mag staan. Nou is dit mijn kaart geworden. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden en er iets geleerd van hebben. En laat me weten of je meer van zulke video's wil zien. Jullie zagen hem net al in de close-up, maar dit is de kaart geworden en ik ben er best wel blij mee. In het begin wist ik niet echt hoe ik dit moest gaan aanpakken, maar uiteindelijk is het gelukkig goed gekomen. En juist door die, ja, wat soort van grappige quote vind ik zelf, is het ook wat leuker om aan een jongen te geven die niet zo van dat roze en romantisch gedoe houdt. Dan is het juist wel leuk om iets komisch te geven. Dus ik ben er heel erg blij mee. Laat me in de reacties weten of jullie iets geleerd hebben. Of jullie ook zo'n soort komische kaartje hebben gemaakt. Of toch totaal iets anders. Ik vind dat gewoon leuk om te weten wat jullie dit jaar gedaan hebben met Valentijn. En dan wil je meer van me zien? Klik dan op het abonneerknopje en op het belletje. Want dan krijg je een melding als ik iets upload. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!